Kijkers, broer en zus Ramanant van de vijfde rijweg op Kwata hebben dringend hulp nodig. De zus, die inmiddels 54 jaar oud is, heeft een aangeboren lichamelijke beperking. En de broer Sanjay, die zwaar materieel operator is, heeft een beperking in de omgeving van zijn hersenstam. Maar als gevolg dat hij niet meer mobiel is en niet meer kan werken. Hij moet een operatie doen die oploopt boven de SRD 12.000. Naast problemen met de medische kosten verdroeven deze twee zieke mensen in een slechte woonsituatie. Carlos Pinas ging voor ons op bezoek bij deze mensen om hun nood te belichten, zodat zij de gemeenschap om hulp kunnen vragen. Kijk en luister u maar mee. Familie Ramanant van de vijfde rijweg Kwata hebben een broer en zus die dringend hulp nodig hebben. De zus, die inmiddels 54 jaar oud is, heeft een aangeboren lichamelijke beperking. De broer, die zwaar materieel operator is, kan sinds kort vanwege een beknelling in de omgeving van zijn hersenstam, met als gevolg dat hij niet meer mobiel is, niet meer werken. Hun hulpbehoeftigheid is dus van kwaad tot erger geworden. Op zoek naar hulp belandde de zus bij 1 voor 12. Wij namen een kijkje. Situatie van mijn broer en zus, dat huis. Als mensen kunnen hun helpen voor die renovatie. En ik heb ook een lichamelijke zus. Misschien met wat kunnen ze mijn zus helpen. Zo'n situatie voor je broer, precies een gezondheidssituatie. Hij heeft een aanval aan zijn been. En uw zus is haar hele leven zo? Ja, vanaf geboorte is ze lichamelijk beperking. Dus ze slaapt daar. Ze slaapt daar en ze eet wel bij mij. Hoe oud is je zus? 54 jaar. 54. Ja. Okay. Dus van het geboorte is ze is zo geboren. Ja. Wie verzorgt haar? Ja, dus dat zeg ik. Ze slaapt daar en ze komt bij mij eten. Ze eet bij mij, ja. Dus eigenlijk de verzorging doet u? Ja. Hoe lang al? Dus 3 jaar, 4 jaar of zo, ja. Ja. Wie deed dat eerder? Een zus van me, naast, maar door de situatie, daar is ze bij mij gekomen, want ze moet een hele omweg maken. We zitten in huis bij meneer Sanjay. Meneer Sanjay Ramanant, hoe kon je in een situatie in Japan kruk? Behalve dat je Libi in onze nangayu, je zat aan een lichamelijke beperking. Je schreef je nog deze gezond? Ja, san doe je? Je moet opereren met een bakkenelling tap minneke. Een badraak is mijn paai, dan had dat trouwens. Je hebt me. Oké, een neurochirurg moest je hebben, dus hij moest doen een operatie. Ja. Maar zou je de operatie nog kan doen? Mijn haba badraak, op paai. In paai? Ja, look at that. U verzeker? Ja, mijn absen is verzekeren voor ZF. Een basisverzekering? Dat mijn abi. En een basisverzekering in dekking? Niks aan de dek. Hoe mijn bedrag is dat je moest pijn? Ik heb het hier. Bovenste. Die bovenste. Bovenste bedrag. We zien hier een offerte van de neurochirurg met een bedrag van 12.510 SRD 95 cent. En die is naar bedrag zij moest pay die operatie. Ja, dat moet ik betalen. En SZF naar dekking? Nee, maar ik ben in trekken SZF toe. Zij de boon. Maar je ziet van ons, maar kan trekken je kaarten en trol je ziet. Maar nee, maar dit jaar toe. Als maar dit jaar. Maar SZF die kaarten vind je geldig? Ja, de geldig is het 31 december. Maar zij de als maar boon trekken in? Dat ik de meakse naast me nu aan geen antwoord. Dat ik naar Paulus had ik voor zomaar minder als mij goed voor ASTF attack en takasanda. Oké, maar alle trekken en moro. Dat ik hem niet teka kaart dan ik wel. Dan ik op het bruto dan ik dat bakker dat mijn mango moro. Ja. Maar dat moet niet dat ik taxi pay best pay min ab dat moet niet. Oké, zomaar zorg je. Ik moet tegi mij op want om het is hij heb je mij ja. Apoi voor zee. Dan ik te want om de. Wat voor koe je bent u? Mij bent u operator orko, maar nu mijn mango moro. Graaf machine operator. Nu mijn man. En om mijn money bij verdien. En dat is nou een feit. Ik kon die hebben gemi. Maar nu ben ik toen jaar ik ben mijn man ook. Mijn man gewoon nergens. Oké, fijn dat je kies hebben kunnen leggen die bakken neki. Dus hij bij jou ook om je bed doet toch. Zware werk. Daar bakken alleen dit apen neki.
Dan ik zei dat er een paar foto had. Dat ik naar Wang leidde. Dan ik zei dat er een operatie ook op boom, dat ik ook op boom daar leuk. Na operatie Wang moest op sa. Ja, 12.000 zoveel moest bij. En dat je kan de kern gezond bakken, je kan de euro bakken. Dat is beloofd me. Dat is beloofd me. Maar ik ben niet meer abito. Ja, maar we zien dat je het plafond op deze geweldig. Daarom heb ik een actie gemaakt, ik heb een FAK, ik heb mijn avans. Ik heb een dus als je maar roken, je kan doen deze aan deze wel? Ja, maar ik heb een doen auto. Pa, wat kan ik aan? Want ik heb een zorg geschreven voorlopig. Ja, Mati moest je pies, Mama moest je pies. Voor wat sociale zaken normaal lang aan aanwezig nee, ik sta nog aan gimmel. Daarom heb ik dat papier. Ik kan bellen, maar ik zit er aan normaal. En allemaal dat naar sociale zaken? Ja, ik heb papier ook bij. Daarom heb ik mijn papier eten. Maar ik heb juist erop zien. Zo heb je papier in Tjako? Dat heb ik mijn normaal ook. Ja, maar dat naar procedure toch? Ja, ik heb geen bij. Daarom heb ik mijn papier eten. Maar ik heb juist erop zien. Zo heb je papier? Dat heb ik papier in Tjako gegeven. Dat mijn normaal ook en mijn normaal ook. Maar ik heb geen nergens. Ik heb geen nergens. En als je hebt papieren dat je kan kiezen sociale zaken steun? Ja, ik heb geen nergens. Ik heb geen nergens. Maar ik heb geen nergens. Maar ik heb geen nergens. Oké, maar sociale zaken steun, normaal heb je voor een operatie? Ik heb een operatie. Ik heb geen kiezen. Dus ik kan jang? Jang, dat is dat. Hoe snel moet je een operatie doen? Eigenlijk. Dat is niet zo snel, maar ik niet zo snel kan doen. Het bedrag is nog weinig, maar toen ze begon aan het doen, 12.000 zoveel SRD. Dus hoe zou actie aan gemeenschap of de kan team team de kan potwan zijn bij je? Ik heb een beetje 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 Mene Sanjay, we hope that the community can learn about Anujiyo. Yeah, I hope that too.